Mijn naam is Wesley Hendricks. Ik ben een recruitment product consultant, zoals dat zo mooi heet. In mijn functie mag ik mijn klanten helpen om succesvoller te worden met onze tool. De vraag is, wat voor soort recruiter wil je daadwerkelijk zijn? Zijn jullie de Lucky Lux? Waarbij je een vacature krijgt, je hunt specifiek voor die vacature. Ik selecteer specifiek voor de vacature en daar eindigt het proces. Of zijn jullie de Bob de Bouwer? Waarbij je echt daadwerkelijk gaat nadenken over welke propositie wil ik inzetten. Hoe blijf ik in contact met de mensen? Ook de mensen die bijvoorbeeld niet zijn aangenomen. Die misschien over een bepaalde tijd wel interessant voor mij als organisatie kunnen zijn. En dan gaat het dus veel meer weer om dat social recruiting. Dus het gaat veel meer weer naar die strategische facet toe waar we het eerder over hebben gehad. Belangrijkste facetten, daadwerkelijk lagere kosten. Ervoor zorgen dat je als organisatie efficiënter wordt. En dat je de focus hebt op de kwaliteit. In plaats van kwantiteit wat aan het begin van dit facet staat. Voor welke rollen kan je dan daadwerkelijk een pipeline opbouwen? En ik klik er eventjes doorheen, want ik denk dat het allemaal wel voor zich spreekt. Dus als je weet van oké. Ik verwacht een bepaalde verloop of ik kan erop inspelen of ik verwacht een bepaalde groei. Kan je alvast beginnen met die pijplijning. Hetzelfde geldt voor de nieuwe projecten. Hoogverloop heb ik al benoemd. Specifieke functies die gewoon hard zijn om te vervullen of die moeilijk zijn om te vervullen. Maar ook interne mobiliteit en een stukje campus recruitment. Want waar hebben we nu mee te maken op het moment dat we kijken naar talent pooling? Je hebt een drietal fasen, pilaren hoe je het wil noemen. Waarbij je de eerste echt gaat om het ontdekken. En dit is echt het deel waarbij je nog geen contact hebt opgenomen met die kandidaten en daadwerkelijk echt bezig bent geweest met de search. Dus we hebben kandidaten ontdekt, we hebben ze gevonden en daadwerkelijk georganiseerd. Dus ze zitten daadwerkelijk in zo'n mooi project. Volgende stap is het daadwerkelijk ontwikkelen. En daarmee bedoel ik dus dat je daadwerkelijk een relatie ontwikkelt. Dus dat je de kandidaten daadwerkelijk gaat bellen en dat je in contact met ze bent. De volgende stap is het werven en uiteindelijk willen we dus dat die trechter helemaal compleet is. Dus dat de mensen ook uiteindelijk dus geworven worden en dat je dus daadwerkelijk de deal kan sluiten met ze. Op een gegeven moment dat je hier daadwerkelijk de juiste kandidaat in hebt, zal je ook zien dat de time to hire vermindert. Dus, conclusie. Wat zijn de drie succesfactoren? Begin met een hele gedegen voorbereiding. Zorg ervoor dat je weet waar je staat als organisatie, waar je daadwerkelijk naartoe wil als organisatie. Vervolgens bouw je een solide pipelineproces samen met je collega's, dat iedereen weet wat er daadwerkelijk moet gebeuren. En het allerbelangrijkste, naar mijn idee, is dat het dus gaat om die relaties. Dat was hem.